stilte op de set en actie. De eerste van de drie opnamedagen voor de film Eenzaam is vrijdag begonnen in Put. De rest van het weekend is de woning van hoofdrolspeler Jeu en zijn vrouw Ellie het decor van de film. We maken straks voor de film veel shots waar we een eenzame man zien eigenlijk. Waar eigenlijk niet zo heel veel in gebeurt, waar een soort van dagelijkse sleur ook in zit. En omdat het in een periode van COVID afspeelt, durft het personage niet uit zijn vertrouwelijke omgeving eigenlijk. Want hij is, in het verhaal is hij zijn, heeft hij zijn vrouw verloren aan COVID. En dat heeft hem bang gemaakt en blijft hij in zijn eigen habitat. Totdat hij een meisje tegenkomt eigenlijk. En daarmee in contact komt. En dan verandert zijn wereld. Dat meisje is de 11-jarige Oriana Kauja. Ze maakt haar debuut op het witte doek en kruipt in de huid van een eenzaam meisje. Iets dat ze in werkelijkheid gelukkig niet is. Ik ben Amal. Ik kom Jeu tegen tijdens het lopen naar school. Ik ga naar hem toe. En dan gaan we naar elkaar zwaaien. Kennen we elkaar een beetje. En dan kwam ik opeens niet meer, want toen mochten we niet meer naar school. En dan moet Jeu, die zijn vrijheid beperkt tot de bijen in de achtertuin, erop uit om het eenzaamheidsvirus te verslaan. Het doel van de film is om een verhaal te vertellen over eenzaamheid, met het onderwerp eenzaamheid. Om dat onderwerp ook wat extra te gaan uitlichten. En we zijn heel blij dat we dat mogen doen samen met de toneelvereniging hier uit Put. En in samenwerking met de gemeente Beekdalen. Om straks ook in de Week van de Eenzaamheid dit verhaal aan de kaak te stellen. De film moet al best wel snel af zijn, want de Week van de Eenzaamheid is de eerste week van oktober. Dan gaat hij ook in première. Dus dat betekent dat wij een aantal weken hebben om de film te monteren en de muziek te maken en alles te bewerken. Waar de première wordt gehouden is nog niet duidelijk. Daar zal binnenkort meer over bekend worden gemaakt.